Goedemiddag allemaal, welkom bij de Nationale Voorleeswedstrijd. En samen met mijn collega's Betsy Mazur en Joop Schulte organiseren we deze middag. 23 scholen over 2 middagen. Elke middag komt een kampioen uit. Die kampioen die gaat mee naar de regionale wedstrijd. En die regionale wedstrijd is dit jaar ook hier. De voorleeskampioenen, die wens ik heel veel voorleesplezier. En u allen heel veel luisterplezier. Veel succes allemaal. Dank u wel. Het meisje ging ook zitten, voor de ingang. Met het mes nog steeds in haar hand. Ze leek een beetje ontspannen, maar bleef hem voortdurend in de gaten houden. Storm had nu de kans haar beter te bekijken. Ze was klein en tenger, maar de schrandere blik in haar ogen verraadde dat ze net zo oud of misschien wel wat ouder dan hij moest zijn. Balken, kasten, stukken van schuren en zelfs een heel dak van een huis kwamen mee met de vloed en botsten tegen ons huis aan, zodat het begon te schudden. Neem maar meisjes mee, schreeuwde papa naar de schuit. En toen gooide hij me van de dak af. Het was vloed. Het water stroomde snel en lag vol zware, gevaarlijke dingen. Het was 1 februari, hartje winter, en de mensen droegen hun dikke, zware winterkleren. Wie in het ijskoude water viel, verdronk. Ik vond het een heel spannend fragment en ik vond dat het publiek ademloos aan het luisteren was. Heel knap. De bendeleider loopt naar de jongens toe. Bijna hadden jullie onze plannen gedwarsboomd. Het is nu 7:00. Om 7:15 ontploft de boel. De tijd gaat nu in. Succes. Nou, als eerste hartstikke dapper daar tussen al die meiden zit. Heel goed gedaan. Ik vond het ontzettend spannend. En je veranderde je stem ook iedere keer. Speurtocht. Een half uur later was Miss Kees nog steeds niet terug. Ik wilde hem gaan zoeken, maar ik durfde niet alleen naar het bos. En daar lag Miss Kees, plat op zijn rug. Ik wist meteen 2 dingen zeker. 1, hij was niet dood, maar hij sliep. En 2, die snurken van vannacht, dat was Miss Kees geweest. En 1 ding was zeker, achter de speurtocht mochten we een dikke reuzenkrul zetten. Een spannend stukje, ook een mooi afgerond stukje, dat je ook weet hoe het afloopt, dat je niet denkt van oh en dus je betrok het publiek er ook niet bij, dus keurig voorgelezen. Maasje, hoera! Gefeliciteerd met jouw jarig! De andere kinderen schrokken zich te platter. Waa, een spook! Riep een klein jongetje. Hebben jullie eigenlijk al gezongen? Iedereen begon te zingen langs haar leven. Maasje, Maasje! Riep Dummy. En wat is Gloria? Gloria is roem, legde Abby's moeder uit. Dus iedereen zingt, lang zou hij leven in roem. Dat Abby later maar beroemd mag worden. Was er een betere start denkbaar dan een wild en heftig pyjamafeest bij mijn 2 BFF's? Bij Zoe thuis? We propten ons vol met pizza, chocolade cupcakes, M&M's en roomijs. En spoelden dat alles weg met liters frisdrank. Op je plaats, strek je armen, vuisten maken, duimen omhoog. Schouders op, hoofd omhoog, billen naar achteren, voeten naar binnen. Hoi, ik ben Ellen, ik ben bijna 11 en zit op de beste school, de Morgenster. Ik ga jullie voorlezen uit dit boek, Alea Aquarius, de Lokkel van het Water, deel 1. Er zijn 3 delen, ik heb ze allemaal al gelezen en ze zijn super gaaf. Ik heb voor dit boek gekozen omdat het een super gaaf, spannend en leuk boek is. Misschien word ik wel voorleeskampioen! De storm wervelde haar in het rond, liet haar pijnlijk tegen de reling knallen. En nog voordat ze zich had kunnen vastgrijpen, werd ze overboord geslingerd. Ze zag het water op zich afkomen. Ze schreeuwde. Toen viel ze erin. Wat gebeurde er? Waarom had ze geen ademnood? En waarom kon ze onder water zo goed zien? Toen werd Alea getroffen door een vreemd gevoel. Boven haar donderden de golven, alsof ze een bittere strijd met de wind uitvochten. Haar verstand zei dat ze nu snel zou doodgaan. Ja, spannend, want dan wil ik wel weten of ze nou inderdaad doodgaat. Ja. Ik luisterde volgens mij ook helemaal in trance van hoe het zou aflopen. Ik wil ze even vragen. Wat vonden jullie van het boek? Ik vond het een heel leuk boek. Leuk boek. Zou je het zelf ook wel willen lezen? Ja. Onder de deken wachtte Sophie af. Na een minuut of wat tilde ze het puntje van de deken op en tuurde er onderuit.
Voor de tweede keer die nacht stolde het bloed in haar aderen tot ijs en wilde ze schreeuwen, maar er kwam geen geluid. Daar voor het raam, tussen de opzij geschoven gordijnen, keek het enorme, lange, bleke, gerimpelde gezicht van de reuzenpersoon naar binnen. Toen de reus Sophie naar buiten had gehaald, vouwde hij de deken zo dat hij vier punten met een van zijn reushanden kon vastpakken en Sophie er binnenin gevangen zat. Ze stak haar hoofd uit de deken om te kijken. Ze waren in een land van dichte bossen en snelle rivieren. Ja, ik vond dat Tessa heel mooi voorlas. Alle woorden heel duidelijk uitgesproken. En ik zou eigenlijk nog wel verder willen luisteren. Door het lichaam van Janie Hyde op de bank ging plotseling een schok. Haar heupen strekten zich omhoog, zodat er een boog ontstond van haar hoofd naar haar hielen. De lippen bewogen zich weer en persten er één woord uit. Wat zei ze? Vroeg dokter Walker. Ze zei help, zei Toby boos, die verder weg stond dan de andere twee. Wie is er nog meer dood? Vroeg dokter Walker. Mijn man, zei de vrouw in Janie's lichaam. Een traan verscheen in haar ooghoek en rolde langs haar wang. Ja, heel mooi gelezen. Als iemand het mooi voor kan lezen, is het net alsof je een film ziet. En ik heb naar een film gekeken. Lieke komt met haar groep aangelopen. Sorry meneer, we waren vergeten een wekker te zetten. Om 8:30 werden we pas wakker en toen moesten we allemaal nog douchen en eten. Meneer Gerritsen grinnikt. Al goed. Ik zal niet vragen hoe laat jullie gisteravond naar bed zijn gegaan. Het is een puzzeltocht met allemaal opdrachten, zegt Charlotte. Michelle strijkt het A4'tje met opdrachten glad en leest: ga je bij de paddenstoel naar rechts. Ze kijkt rond. Ik zie helemaal geen paddenstoel. Ze bedoelen die witte wegwijzer, Lisanne wijst. Dat noemen ze een paddenstoel. Lisanne voelt dat ze rood wordt. Natuurlijk vinden ze niet leuk als zij weer iets weet. Henriette, wat vond je ervan? Ja, heel spannend. Ze hebben allemaal spannende boeken uitgekomen vanmiddag volgens mij. Dus heel goed gedaan. Misschien kunnen we even stoppen bij dat benzinestation, chauffeur, roept Hakim. De chauffeur reageert niet, maar de richting aanwijzer gaat aan en ze minderen al vaart. Iedereen over 10 minuten terug bij de bus, roept meester Snor. Achter het elektriciteitshuisje pakt juf Josje een stompje krijt uit haar zak en stopt het in haar mond. Kom gauw terug, zegt Bo, terwijl juf Josje verandert in superjuffie. Dan schiet ze als een vuurpijl uit de fles omhoog. Waar zit je? Vraagt ze als ze genoeg hoogte heeft gemaakt. Hier, bij het vennetje. Ze pakt het uiltje op en stopt hem in haar mantelzak. Daar gaan we! Irma, wat vond je ervan? Mooie, duidelijke stem. En ik vond het begin van het verhaal, de start van het verhaal, mooi. Je zat er meteen in. Ja, nu komt de moeilijke taak voor de jury. Die gaat beslissen wie is de kampioen. Hoe heeft Ellen voorgelezen? Wat vond je ervan? Ik vond het heel goed. Hoe heeft Lotte het gedaan? Ik vind het heel erg goed. Lotte. Knap hè, dat ze dat gedaan. Ik zit hier voor Maud. Je zit hier voor een mooi filmpje had Maud hè. Allereerst wil ik de jury heel hartelijk bedanken. Henriëtta, hartelijk dank hoor. Irma, dankjewel. Anthony, hartelijk dank. Ik vind het heel knap van jullie dat jullie hier vanmiddag voor heel zo'n groot publiek voorgelezen hebben. Wat gaf een beetje de doorslag? De voorlezer had gewoon een fijne stem om naar te luisteren. Heel invoelbaar voorgelezen. Niet te snel en niet te langzaam. Heel duidelijk uitgesproken. En dan nu de naam. En dat is Ellen Roorda. De oorkonde. Ik zal hem even laten zien. Oorkonde, voorleeskampioen van de regio Kampen. Alsjeblieft. Dankjewel. En een cadeautje. Dankjewel. Alsjeblieft, gefeliciteerd. Dankjewel. En veel succes bij de vervolgronde. Oh, geweldig. Hè? Leuk.